Hallo iedereen, ik ga jullie vandaag uitleggen hoe het kunstje rondje draaien aanleert op aanvraag van iemand. Ik ga het met Jules tonen, dus dan kunnen jullie direct zien hoe dat ik het heb aangeleerd. Het is echt niet een moeilijk kunstje. Ik dacht dat het heel moeilijk was om aan te leren, maar dat was eigenlijk kei gemakkelijk. En mijn pony stapte al na 10 keer, dus ja. Dus, hoe ik het heb aangeleerd is door naast mijn pony te staan. En geen best een tel dat lang genoeg is, want als je een grote pony hebt, is dat niet handig anders. Je doet dat de andere kant van je pony. Je staat ongeveer hier en je geeft druk door aan je tel te trekken. Zachtjes te trekken. Wat was de eerste reactie van mijn pony? Achteruit stappen. Dus wat heb ik gedaan? Mee naar achteren gegaan. En zo, ja. Allee, zo een beetje druk geven en van rondje. Je trekt een beetje. En je geeft het commando met je hand en met je stem. En zo had Jules dat na 10 keer al door, ongeveer 10 keer. Als de pony dat goed snapt, dan kun je meer, in plaats van achteraan te staan, kun je meer naar voren beginnen komen. En dan na een tijd langs voor. Maar dat kan Jules ook nog niet. Dat was het dan. Als er nog vragen zijn of als jullie iets niet begrijpen, mogen jullie mij zeker een berichtje sturen op mijn pagina. En ik ga die sowieso beantwoorden. Salut!